Hallo en welkom aan alle maagden. Welkom bij deze maandelijkse horoscoop voor maagden voor de maand augustus 2013. Wat is er aan de hand? Op dit ogenblik gaan Jupiter en Pluto een oppositie vormen aan de hemel. En wat wil dat zeggen voor de maagd? Dat wil zeggen dat het 11e huis geactiveerd wordt. En het 11e huis is een levensgebied in de astrologie die te maken heeft met uw wensen en met uw hoop en met de lange termijn doelstellingen en ook met vrienden. Nu, Jupiter in een oppositie met Pluto is een vrij krachtig aspect. Pluto gaat om transformatie en Jupiter is de spirituele planeet, is de planeet die wenst dat je groeit. Dus als je dit in een oppositie hebt gedurende de ganse maand in jouw 11e huis, wil dat zeggen dat de maagden de opportuniteit hebben om te groeien en dat het een goede periode is om nieuwe plannen te maken. Het is nu misschien voor velen een vakantieperiode, maar toch is het een goede tijd voor de maagden om na te denken wat ze willen op lange termijn. Natuurlijk is het altijd belangrijk om in het moment te blijven en absoluut, maar het is ook nodig om af en toe in je leven grote plannen te maken met verschillende stappen. Dus aan alle maagden veel succes met het maken van jullie plannen. Bedankt voor het kijken. Het allerbeste aan jullie maagden en tot volgende maand.